In de lente van 2020 applaudisseerde België elke avond om 8 uur voor de helden van de zorg. Sindsdien wordt beweerd dat we het doen voor de zorg en dat er geen artsen zijn die niet meegaan in het narratief van de overheid. Toch zijn er best wat onder hen die er compleet anders over denken. In het spreekuur geven wij hen hun stem terug. Want vele van deze dokters werden tijdens de pandemie bijna letterlijk de mond gesnoerd. Door het delen van hun verhalen hopen zij en wij dat onze beleidsmakers beseffen welke menselijke, deontologische en wetenschappelijke fouten er gemaakt zijn. We blijven hopen en ijveren dat er eindelijk eens een echt debat komt en dat kritische stemmen niet langer worden weggezet als marginaal of extremistisch. België verdient de waarheid en als de reguliere media die niet brengt, doen wij het graag in hun plaats. Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Spreekuur met dokter Gaëtan Bekaert. Welkom Gaëtan, dat is niet onze eerste keer, hè, want u was al aanwezig tijdens onze eerste aflevering met het gesprek met de andere dokters. Dat is nu toch al iets meer dan 2 maanden geleden, denk ik. Nee. Heeft u daar al veel reacties op gekregen? Of, Wel, ik, in ieder geval, wij vonden het leuk tussen artsen om zoiets te kunnen doen. Hè. Ja. Dus daarvoor dank ook aan Compleetdenkers het Spreekuur. Hè. Dus we hebben daar voor de eerste keer de gelegenheid gehad om ons verhaal te komen doen. Daar werd ook heel veel al informatie verdeeld. Hè. Dus er werd over heel veel thema's gesproken. Nu hoop ik dat het vervolg nog komt. Hè. Dus daar waren nog een aantal andere opnames die dag gebeurd zijn. Ja. Die de moeite nog zijn om ook mee die gaan zeker nog volgen. Wou ik zeggen. En ja, die eerste aflevering is helaas ook verwijderd van YouTube. Het heeft er nog een week of 2 opgestaan, denk ik. En de vogels hebben ons een beetje geholpen waarschijnlijk. Maar uiteindelijk is de aflevering toch verwijderd. En toen hebben wij moeten beslissen, jammer genoeg, om vanaf dan niet meer de aflevering van het Spreekuur te gebruiken op YouTube, maar enkel nog op Rumble. Dus dat moeten we nog wel een beetje verspreiden, dat mensen de weg daarnaar heen vinden. Het verrast me niet dat er censuur is. Dus wij de artsen daar die dus de prikkrant hebben ondersteund, de factsheet, ja, we zijn achtervolgd. We staan op de zwarte lijst. Hè, dus, ja.